Voor het Explore Youth in Sichuan in the Picture project exposeerde deelnemer Kenny Nagelkerke zijn foto's in zijn woonplaats Hoofddorp. Welke foto in Sichuan die je gemaakt hebt, heeft nou het meeste indruk op je gemaakt? Doet jou het meest? Ik heb voor mij, het is Chinese radio gezegd dat het een belangrijk woord voor mij was, de foto van Alex in het bos, die hangt daarachter. Maar een hele mooie foto vind ik nog steeds, die staat ook op de uitnodiging. Dat was een foto die ik gemaakt heb bij de Hongda-fabrieken. En het was eigenlijk nog, er was een soort van een artsenpost, een ziekenhuis. En dus helemaal totaal verwoest. Maar je zag nog, het is echt gewoon op de brokstukken liggen, de ziekenhuiskasten. Hangt die hier? Ja, die hangt hier in de hoek. Ja, het is in principe een heel erg gewoon een registratie van wat ik zag natuurlijk. Het is niet een soort van, ja, wat heel mooi is. En aan fotografie vind ik ook dat die fotograaf kan een stempel drukken met een visie. Maar dit is eigenlijk een registratie, gewoon recht toe, recht aan. Rechte vorm. Maar het is gewoon heel indrukwekkend dat iets wat meer dan een jaar geleden gebeurd was en dan nog steeds zo erbij ligt. Dat maakt heel veel indruk op me. En nu als ik de foto zie steeds denk ik, wow, dat is gewoon heel raar. Maar het is gewoon een heel mooi plaatje, maar toch, ja, niet mooi, het is heel raar natuurlijk. Het is een heel vervelend plaatje eigenlijk. Maar het is gewoon, ja. Maar als je nu, inmiddels alweer een paar maanden geleden erop terugkijkt, wat voor gevoel geeft dit jou, deze foto? Gevoel, ja. Het is... Al die foto's, voornamelijk bij die Hongda-fabrieken, dat is gewoon een van de heftigste plekken waar we geweest zijn als groep. Die maken sowieso indruk op me, want wat we daar op ons afkwam qua alles wat ingestort was en de huizen die dan allemaal plat waren of half nog op instorten stonden, dat maakt gewoon indruk. Dat het er zo bij staat, dat is gewoon heel, dat maakt indruk. Ja. Het is een rampgebied dat heel erg getroffen is. En mensen raken eraan gewend. Mensen proberen daarmee om te gaan. Die proberen daarin verder te leven. En ja, dat lukt ze toch uiteindelijk wel aardig. Maar het is nog steeds een beetje van die aardbeving. Ik bedoel, het is een jaar geleden. Dus het zit er nog wel vers in. Ja, ik krijg een heel ingewikkeld beeld van hoe na die ramp dat alles nog in puin ligt. Maar ik krijg ook een beeld van over die jeugd dat daar eigenlijk alles heel goed uitziet. En... Ja, je krijgt twee beelden te zien en dat vind ik op zich heel goed neergezet. Ik vind het zijn hele mooie foto's ook. Ja. Wat voor indruk krijg je uit deze foto's van het project Youth in Sichuan in the Picture? Nou, dat het een best wel een puinhoop is daar. Dat er nog een hoop gedaan moet worden. Ja, chaos. Je ziet ook de tragiek. In die foto's. Elke foto vertelt een verhaal. Welk verhaal? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, de mooiste foto vind ik een foto van een klok. Die is blijven stilstaan op het moment van de aardbeving. En die klok vormt ook het centrum van de foto. En daaromheen zie je wat kapotte dingen, wat afgebroken dingen die gevolgen zijn van die aardbeving. Je ziet dat de mensen gewoon door willen met hun leven. Dat ze niet terugkijken. Meer informatie en clips op www.crtv.nl.